Even allemaal wat foto's fotobommen. We staan hier best wel wat mensen even wat deze nieuwe 3-serie te fotograferen. Ja, dit is een big thing. Je, voor BMW, nou, voor de wereld natuurlijk, de nieuwe 3-serie. Kom op. Nee, weet je, dit is zeg maar, ja, een beetje vormt het hart. Samen met 5-serie misschien wel van het BMW modellengamma. Ja, we hebben een Nederlander die tegenwoordig ergens anders wordt. We gaan even wat vragen. Meneer, wat vindt u ervan van de nieuwe 3-serie? Hij is enorm veranderd, hè, Wouter? Ja, wat is er allemaal anders? Ja, hey, ga jij? Hey, doe ik mijn ding? Als camera? Hij wil niet. Ik kom zo bij je. Eigenlijk, zie je. Gezellig, man. Nou, we komen gewoon een oude bekende tegen hier. Nee, nieuwe 3-serie. Weet je, big thing. Natuurlijk, zeg maar, volume zit daar wel erg. Ja, weet je, foto's hadden veel mensen twijfels. Zijn natuurlijk een aantal dingen wel radicaal anders. Nee, eigenlijk zijn er weinig dingen radicaal anders. Behalve de Hofmeister knik die hier aan de zijkant. Dan moet Martijn even meelopen. Dan gooi je even die deur dicht hier. Dan zie je iemand toch gewoon alle details te fotograferen. Kijk, dit is dus anders. Want normaal, ja, was dat meer afgerond. Had je niet dat zo'n losse deel was. Nou, daar kan je wat van vinden. Maar ja, god, weet je, we moeten meegaan in de tijd. Aantal belangrijke dingen zijn er veranderd. Hij is behoorlijk gegroeid. En dan ga ik even op mijn speakbriefje kijken, want dat had ik er even bij gepakt. Iets lichter geworden, 55 kilogram. Voorwiel spoorbreedte 43 mm groter. Achter 21 mm. Hij is veel stijver, tot 50% stijver dan de vorige. Goede cw-waarde, 0,23 cw-waarde. Even kijken, dan heb ik hier nog volgens mij nog ergens de lengte en zo. Ah, jongen, ik heb veel te veel informatie. Lengte, het scheelt best wel veel. 8,5 centimeter, 85 mm. Breder ook, 16 mm, maar hij is wel maar 1 mm laag geworden. Dat is eigenlijk wel, ja, qua proporties, zeg maar, lager en breder en wat langer geworden. Nou, dit is specifiek natuurlijk M-performance versie, hè? Dus het M-sportpakket, ik moet het goed zeggen, M-performance versie, die komt nog. Daar hebben we nog geen details voor. Met laserlicht, maar alle 3-series hebben nu LED-licht en optioneel is dan dat dan adaptief LED-licht. En als je zeg maar nog meer betaalt, dan krijg je freaking lasers in je 3-serie. Dat is dan wel weer tof. Natuurlijk ook alle veiligheidsfeatures, allemaal zitten erop. Qua motoren is de keuze nog niet heel erg reuze. Namelijk vooral heel veel diesels op dit moment. En dat is dan wel weer een beetje vreemd. De Duitsers moeten nog even die switch maken van dat de diesel misschien de wat minder populaire keuze aan het worden is. Ik verwoord me zo bewust even wat voorzichtiger. 318D 150 pk. 320 diesel, zeg maar, ja, een beetje zeg maar, voorheen de keuze qua leaserijder. 190 pk. En dan hebben we nog de enige 6-cilinder voorlopig in de line-up. Ja, dat is een beetje jammer. Het is een 330 diesel. 265 pk. Twee benzines for the moment. 320i, 184 pk. En die 330i. Dan moet ik even uit mijn hoofd. Volgens mij 245 pk. Maar het is al 2 liter turbo. Ja, qua prestaties natuurlijk. Op zich prima. En ik kan nu erin zitten. Laten we dat doen. Martijn, stap jij aan die kant erin? Oh, er ligt wel iemand met zijn fotocamera. Maar dat maakt niet uit. Doe we gewoon even. De stoel staat een beetje verder voor. Dus ik zit een beetje raar. Maar goed, maakt niet uit. Dit is misschien even de punt waarop we wellicht een toefje teleurgesteld zijn. Is dat het niet waanzinnig nieuw aanvoelt. Het is wel mooi. Het is als je uit een huidige 3-serie komt zeker wel anders. Het is ook net even weer anders dan bij een 5-serie bijvoorbeeld is. Maar we hebben nog best wel veel fysieke knoppen. Waar we aan de ene kant fan van zijn, we die bedienen makkelijker. Aan de andere kant, als je ziet wat Audi en Range Rover doen met een aantal dingen met twee schermen. Is dit misschien nog wel een beetje beperkt. Het is wel jammer dat het contact niet echt aanstaat, want normaal zou je hier ook nog op het display temperatuur zo zien. Ja, het is gewoon de ouderwetse iDrive controller. Ouderwets, ook een beetje flauw, maar weet je, het is niet, voelt niet zeg maar zo nieuw als het zou kunnen zijn. Zit er nu niemand achter mij? Dan kan ik lekker gaan zitten. Schermen ook voor me, waar ze uiteindelijk ook wel weer wat meer nu mee kunnen gaan doen. Want dat was voorheen bij BMW eigenlijk, ja, we hadden wel een scherm, maar daar zetten we dan gewoon tellers op met af en toe een klein pijltje voor de Navi. Het is geen revolutie. Het is zeker binnenin geen revolutie. Wat op zich niet slecht hoeft te zijn, maar ik denk dat de grootste verandering is dat de versnellingspook tegenwoordig anders is. Het is namelijk een soort kunststof
ding waar je in kan kijken. Ja, en deze knoppen die zijn echt wel heel anders. Ah ja, en je hebt een touchscreen is het ook, dus je kunt dat ook gewoon doen. Nou, we willen hier de FM doen, dat wil ik niet. Home. Weet je, het werkt allemaal wel mooi, maar het is geen spannend, heel nieuw concept. Een aantal dingen wat wel tof is, ondertussen houdt iemand op zijn iPhone ongeveer bij ons in beeld, maar dat maakt niet uit. Je kunt je telefoon gaan gebruiken om de auto te ontsluiten, oftewel van het slot te halen en te starten en zo. Dat is dan natuurlijk wel weer grappig. De telefoon heb je altijd bij en telefoon, ja, weet je wel, zo'n BMW-sleutel zijn tegenwoordig ook halve telefoons. Maar kijk, weet je, dat is gewoon een soort iPhone Lite. Maar die hoef je dan straks niet meer mee te nemen. Hij kan remote, zeg maar, software updaten. In ieder geval voor infotainment. Ik denk dat het alleen voor de infotainment is, overigens. En wat wel grappig is, ze roepen iets over het ARM Sport Differentieel. Oftewel het SPER Differentieel. Wat als optie gewoon verkrijgbaar gaat zijn. En er staat dan niet specifiek bij dat het niet voor alle modellen kan. Dus dat zou wel grappig zijn. Dat je gewoon, oh ja, desnoods een 320 diesel kunt bestellen met wel een SPER Differentieel. Dus dat je gewoon bij ons de driftcursus mee kan doen in je lease diesel. Dat is dan wel leuk. Vinden wij leuk. Vindt de leasemaatschappij of je baas misschien niet zo leuk. Ga je nog even wat dingen bekijken, maar dit is allemaal niet spannend. Het is mooi. Ik vind vooral de buitenkant wel echt mooier dan ik had verwacht. Ik ga nog even buiten kijken. Voilà. Achterkant. Laten we de achterkant kijken. De achterkant even kijken. Een beetje die L-vormige achterlichten. Dit is een 330i. Ja, kofferbak. Ja, weet je, ruim genoeg. Staat er overigens ook in het wit. Ook met goede dikke velgen. Maar dat is dan weer geen M-Sport versie. Ik vind hem wel mooi geworden, jongens. Ik weet je, het is geen grote verrassing. Maar hij klopt, denk ik wel. Later, dan hebben we het over 2019, komt er ook nog een plug-in hybride versie, 330e. Die krijgt een elektrische range van 59 of 60 km WLTP. En er komt ook een M-Performance versie, waarvan de geleerden nog niet uit zijn. Nou ja, bij BMW waarschijnlijk wel, maar wij nog niet of dat een X-Drive versie wordt of niet. Ik hoop dat het gewoon M340i, achterwiel aangedreven en gewoon leuk met leuke goodies wordt. Maar ja, we weten niet, we gaan het meemaken. Maar voor nu, ik keur hem goed. Ik ging toch nog even bij deze 3-serie staan. Het is een beetje de Nederlandse lease spec en witte 3-serie sedan. 320 diesel, automaat. Ja, ik denk dat ook wel veel met handbak in de lease zijn geleverd. Ja, natuurlijk enorm zijn er groot. Dit is een non-M-sport variant. Dus zie je dat het gewoon net even een ander voorbumpje heeft. Nog steeds wel redelijk sportief en wat minder agressief wel dan de M-sport pakket. Dit zijn actieve lamellen overigens in de grill. En eigenlijk pakt die lucht ook zeg maar onder in de bumper. Wat wel grappig is, CW-waarde 0,26 is behoorlijk gestroomlijnd geworden. Er zijn nog een aantal andere dingen die wel leuk zijn om even over te hebben. En dan pak ik even wat mijn speakbriefje erbij. Bijvoorbeeld, deze 3-serie moet een stuk stiller worden. Ze heeft akoestisch glas voor de voorruit, optioneel voor de zijruit. En er zit natuurlijk zeg maar zo'n plastic laagje tussen en dan dempt toch nog wat meer buitengeluid. En de A-stijlen zijn gevuld met schuim. Dus dat ook weer zorgt dat hij gewoon stiller is. Dan, dat kunnen we denk ik niet laten zien, maar hij gooit een soort licht tapijt uit de binnenspiegel als het ware. Zeg maar een soort ja, mooi werkje aan lampjes wat hij op de straat gooit als het donker is. Dus dat is natuurlijk wel grappig, ook weer nieuw. En dan hebben we een aantal dingen voor de sportievere rijder onder ons. Even kijken, we hebben natuurlijk M Sport voor onderstel met verlaagde ophanging. Adaptief onderstel, variabele sportsturing, alweer naar het oog. Elektronisch aangestuurd M Sport differentieel. Dat is natuurlijk wel tof dat hij gewoon alle versies, zoals het er nu naar uitziet, gewoon het Sport differentieel krijgt. Nou ja, weet je, deze gewoon even net wat minder agressief vormgegeven. Wat ook aardig is, ja, al die merken zetten natuurlijk in op digitale diensten. Waaronder bijvoorbeeld een personal assistant, een BMW personal assistant. Waar je gewoon dingen tegen kan roepen van, joh, ik heb honger, breng mij naar een restaurant. We gaan het nu even niet testen, maar het is wel zoiets wat je in de praktijk wil gaan zien hoe goed dat werkt. Maar je ziet wel dat fabrikanten daar echt gewoon mooie stappen in zetten. En wat grappig is, achterlicht trouwens, ik heb net ook iets over roepen, maar hij is een beetje verdonkerd. Dus het is eigenlijk een beetje schmecktuning-achtig. En toch kan hij het wel hebben, denk ik. Dat is misschien wel een twijfelpuntje. Zo die achterkant zo in het wit met die donkere achterlichten. Dat is een beetje tuning.
En wat grappig is, dit is de 320 diesel. Wat valt ons op? Die heeft gewoon 2 uitlaten. En wat heeft de 330i? Die heeft ook gewoon 2 uitlaten. Dus al die versies krijgen blijkbaar gewoon 2 uitlaten. Zie je daar een 330i? Heeft inderdaad ook 2 uitlaten. Misschien moet nog even naar een grijze lopen. Het is ook wat ruimer geworden achterin, meer elboogruimte en zo. Ja, weet je, deze auto groeit natuurlijk ook wel weer wat groter. Waarbij je natuurlijk ook de gedachte kan hebben van ja, komt er misschien dan toch op een gegeven moment weer een 2-serie sedan onder. Natuurlijk wat bij de andere merken natuurlijk ook gebeurt. A4 maatje groter komt een A3 limousine onder. Dus dat zijn wel dingetjes die gebeuren. Maar ja, ik vind hem nog steeds leuk geworden. Hij is leuk geworden.